Mitchell, tevreden. Uh, volgens mij mogen we zeggen: welkom bij NAC, hè? Uh, ja, dat mag, uh, dat mag je zeggen. Uh, ik ben blij dat ik uh, heb mogen tekenen. Ja, je hebt net een contract getekend. Kun je eens uitleggen voor hoe lang en hoe het precies zit? Uh, getekend voor uh, anderhalf jaar. Um, ja, en uh, ja, gewoon zelf weer laten, laten zien. Ja, het is voor jou een terugkeer in Nederland na een uh, half, halfjaartje in het buitenland. Kun je eens uitleggen hoe de afgelopen periode voor jou is gelopen? Jaartje in het buitenland eigenlijk. Um, vorige winter ging ik weg naar Turkije. Een uh, rommelig seizoen. Um, ja, een seizoen waar ik niet op terug wil kijken. En ik hoop gewoon hier uh, mijn plezier weer terug te krijgen en uh, mijn steentje te kunnen bijdragen. Ja, het is voor jou een lastig jaar geweest. Hè? Is het dan lekker dat je misschien hier weer een, een nieuwe start kan maken? Zeker weten. Um, gewoon weer in Nederland. Uh, vertrouwde omgeving. Familie om je heen. Uh, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, maar vooral het plezier. En uh, bij een mooie club. Ja, je bent gehaald voor de spitspositie. Heb je al met de trainer of met de technisch directeur gesproken over hoe het er voor jou uitziet? Um, ja, er is natuurlijk wel wat, uh, wat, wat gesproken en besproken. Um, ik denk dat we gewoon gezamenlijk een, een plan uh, in moeten gaan. En uh, ik moet gewoon uh, zo fit mogelijk weer worden, zodat ik uh, zo snel mogelijk uh, kan deelnemen. Zin om weer te beginnen? Heel erg zin om, uh, om te beginnen, zeker.